Hoi allemaal en welkom bij Blondie Beauty Fashion. Als je mij nog niet kent, ik ben Karine. En mocht je nieuw zijn, dan zou ik het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. Door hieronder op de rode knop te drukken. En mocht je niet nieuw zijn, maar nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral. Vind ik super leuk, helpt mij ontzettend. En jij wordt op de hoogte gehouden van de nieuwste video's. Vandaag is het tijd voor mijn favorieten van de afgelopen maand. Van de maand mei, ik moet altijd even nadenken. Vorige keer combineerde ik de favorieten en de opgemaakte, maar ik had zo ontzettend veel opgemaakte producten dat ik dacht, dan wordt het echt een hele lange video, dus ik doe ze lekker apart. Ik heb niet mega veel favorieten, maar wel een aantal hele fijne, dus die wilde ik graag met je delen. Als eerste deze, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hij is kapot. Dit is het W7 Hollywood Bronze & Glow Palette en dit is een super budget dupe van het Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow of iets in die richting, Filmstar Hubblepub duo. En dit is een highlighter en een bronzer. En ja, dit is een super fijne budget dupe, maar ik heb hem van de week laten vallen en nu is hij stuk. Maar ik gebruikte hem heel graag, ik heb hem al een hele tijd, maar ik had hem herontdekt in mijn stash en ik ben er heel blij mee, alleen nu is hij stuk. Nou heb ik wel een trucje om hem te maken, mocht je daar benieuwd naar zijn, het is een hele oude video, maar ik zal even kijken of ik hem hieronder nog kan linken. Dus dat ga ik eventjes proberen. Maar goed, hij is ook super goedkoop, dus anders dan moet ik misschien maar gewoon een nieuwe kopen. Maar ik ga het nog wel even proberen, want het is wel een beetje zonde natuurlijk. Maar deze was zeker de afgelopen maand een favoriet, zeker met die zonnige dagen. Love it. Dan heb ik nog een aantal budget favorieten. Voor degenen die het niet hebben gezien, ik heb laatst een hele make-up look gemaakt met allemaal Action producten. Allemaal make-up die ik bij de Action heb gekocht. En die zal ik hierboven ook eventjes in het i'tje voorbij laten komen. Maar dit is het. Ik heb er een aantal favorieten aan overgehouden. Met stip op 1 is het denk ik deze. Dit is de Max & More Contour & Highlight Stick. En dan vooral de highlighter. Dit is de highlighter. Dus het is een stick. En ik zal het even laten zien. Het is echt de kleur van mijn huid. En ik weet niet of je het kunt zien. Maar het is echt een hele mooie subtiele glow. Die ik graag als ik foundation heb aangebracht, dan breng ik eerst die stick aan. Dan dep ik dat een beetje en daarna ga ik door met de rest van mijn look. Zo heb je zeg maar subtiele glow voor naar het werk en zo. Niet meteen zo bam, super highlight, maar gewoon wel een mooie glow. En dit is de bronzer variant ervan. En die is ook wel fijn, maar dat is minder favoriet dan de ander. En deze was volgens mij nog geen euro, deze stick. Dus zeker een goede tip. Dan deze. Dit is het Max & More Nude Eyes Palette. En hier heb ik vooral een aantal kleuren waar ik heel blij van word. Ik heb er nu ook een aantal op. Deze een beetje koraalkleur. En deze heb ik op mijn bewegend ooglid allebei gemixt. En dan heb ik deze twee donkere een beetje heel erg vervaagd in mijn kaderboog. En dan heb ik dit als highlighter op mijn wenkbrauwbod en in mijn binnenste ooghoek. En het pigment is echt prima zoals je ziet. Deze vind ik dus heel leuk. Maar die, ja, dit zijn lichte kleuren. Maar het is echt, echt een prima paletje voor deze, voor de prijs. Volgens mij was dit ook nog geen 1 euro. Misschien iets meer. Misschien was het 1,50. Maar zelfs volgens mij niet eens. Maar goed. Ze hebben allerlei kleuren. Het is zeker niet de beste oogschaduw die ik ooit gehad heb. Maar ik vind vooral die kleurcombinatie zeg maar, die ik nu op mijn bewegend ooglid heb. Die vind ik echt heel mooi. En voor dat geld hoef je het niet te laten liggen. Maar er zijn echt veel betere paletjes op deze planeet. Maar ik gebruik hem gewoon heel graag omdat ik die kleur heel leuk vind. En die heb ik niet in een ander paletje zitten. En dan eentje waar voorzichtigheid geboden is. Dat is namelijk de blush. En voor wie de video heeft gezien, die weet wel dat ik er toen uitzag als een clown. Hier moet je echt mega weinig van gebruiken. Dit is het Max & More Mineral Blush. En dit is de kleur 850 Rosewood. Nou ben ik sowieso gek op die kleur, op Rosewood. Rosewood, ik kan het niet eens uitspreken. Maar ik zal eventjes swatchen, dan kan je het zien. Bam. Nou, dit had ik dus gedaan op mijn wang. Dat was niet zo'n groot succes. Kijk of ik ernaast kan. Ja, ik weet of hoe erg het overkomt. Maar het is echt knal, 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 knal. Ik ga hem nu even vervagen. Het is een hele fijne structuur. Je moet wel opletten dat hij niet te vlekkerig wordt. Maar kijk, dit had ik dus op mijn wang zitten. Dus je moet echt met grootste subtiliteit is geboden. Dus wat ik doe is, ik breng echt, ik raak het nauwelijks aan met mijn blushkwast en dan breng ik het aan. En dan is hij heel mooi. Het is een matte blush.
Hij blijft goed zitten. Als hij eenmaal zit, zit hij als een huis. Maar ja, je moet echt opletten. Want je kan echt, bent echt binnen no time een clown. Maar ik vind hem wel heel mooi. Dus deze. Dan een paletje wat ik per toeval tegenkwam. Ik was op ASOS aan het rondscrollen. En toen, normaal kijk ik eigenlijk nooit bij de make-up daar. Maar daar was ik ineens beland. In de sale ook van de make-up. En daar zag ik het The Balm Hawaii Driver License Face Palet. En dat ziet er, ik zal het even zo laten zien, dat ziet er zo uit. Heel klein, dit is mijn hand. Dus echt heel klein paletje. En dun. En dan zit er een spiegeltje in met een soort landkaartje erop. En dan een blush, een highlighter, een kleur voor op je bewegend ooglid. En een kleur voor in je arcadeboog en als liner. En dit is gewoon een heel leuk paletje. Het zijn best wel, zeg maar, voor, zijn super gepigmenteerd zoals je ziet. Even dicht doen. Kijk. Super gepigmenteerd. Hele mooie kleuren. Ik snap alleen de naam van het palet niet helemaal. Want bij Hawaii denk ik aan fris en luchtig. En niet aan dit soort heftige kleuren. Maar als je dat eventjes achterwege laat, dan is het gewoon een heel fijn palet. Ik gebruik alle kleuren. Maar het mooiste vind ik die kleur voor het lid. En ik vind ook de blush heel mooi. Nou, ik zie er nu uit als een soort clown op mijn handen. Maar deze is dus ook, ik zal hem even tussendoor nog doen, knallend roze. Dus ook hier voorzichtigheid geboden, maar wel hele goede kwaliteit. En deze was dus gewoon in de aanbieding, geen idee waarom. Dan twee andere producten. Als eerste een shampoo. Ik kreeg een tijdje geleden, vroeg ik aan jullie, oh dit lekt een beetje. Even onderhouden, want het maakt echt vlekken. Vroeg ik aan jullie een goede shampoo voor blond haar. En een aantal van jullie tipte deze. En deze stond al een tijdje op mijn verlanglijstje. Dus toen ik met Niels naar de kapper was en daar deze zag staan, heb ik hem gekocht. Dus een enorm grote fles. Dit is de Fudge Clean Blond Violet Toning Shampoo. En deze zorgt er dus voor, die verwijdert zeg maar de gele en oranje tinten uit blond haar. Dus hij maakt hem wat koeler. En dat doet hij heel goed. Nou, de kapster zei al, let op, want dit is echt heftig spul. Er staat hier geloof ik, laat 5 minuten, oh ja, maximaal 5 minuten in laten trekken. Nou, dat doe ik echt niet, want ik heb natuurlijk van mezelf al mega blond haar. Dus als ik dat doe, wordt het echt denk ik paars. Je ziet het ook direct onder je nagels en het wordt echt paars. Dus je moet echt opletten als je dit spul gebruikt. Maar het werkt wel heel goed. Het haalt zeker de gele tinten uit. Het maakt het echt cooler. Ik zou het eigenlijk vaker willen gebruiken. Maar ik was maar 2 keer in de week mijn haar. En dan doe ik het 1 keer in de week nu met deze. Maar ik zei ook vroeg aan Sven van, zie je wat anders aan mijn haar? Toen zei hij, ja, het lijkt lichter. Nou, het maakt het natuurlijk niet lichter. Maar doordat dat gele er een beetje uitgaat, lijkt het automatisch wel iets lichter. Of grijzer. Of, ja, maar ik vind hem heel fijn. Het is echt... kom maar mittens. Het is 300 milliliter, maar het oogt echt heel groot. Maar deze dus. Dit is echt een hele fijne shampoo. Beetje opletten dat ik hem niet overal paars krijg nu. En dan als laatste deze. En dit vond ik wel een verrassende ontdekking. Dit is nieuw van Kruidvat. Dit is Soleil Self Tanning Care. Instant Self Tan Bronzing Mousse. En nou, de naam doet het al vermoeden. Het is een zelfbruiner. Ik ben natuurlijk gek op de zelfbruiner van Ambert Soler. Die gebruik ik heel graag. Maar degene die ik heel fijn vind, die zie ik nergens meer. Daar word ik een beetje onrustig van. Want die neem ik altijd mee op vakantie en die gebruik ik thuis. En omdat mijn benen kleuren gewoon niet. Dus die zitten altijd niet echt in balans met de rest van mijn lijf. En sowieso, ja, het is niet dat ik wel dagelijks in de zon lig. Is ook helemaal niet goed voor je. Dus ik vind het sowieso fijn om ook op mijn armen en zo af en toe met een beetje zelfbruiner te doen. En deze werkt eigenlijk heel goed. Wat het is een mousse met een bruine kleur. Dus als je hem aanmaakt, ben je ook meteen wat bruiner. Zo zie je ook meteen waar je het wel niet hebt aangebracht. Je brengt het aan met een handschoen. Ik heb er eentje toevallig van Saint-Tropez, maar je hebt ze bij de Kruidvat ook gewoon. En dan langzaam ontwikkelt de kleur zich. En als je dan hebt gedoucht, dan is de bruine kleur zeg maar, van de mousse weg. Maar dan is je huid wat bruiner. En ik vind hem eigenlijk heel mooi werk. Hij brengt mooi netjes aan. Geen rare vlekken en dingen. Dus eigenlijk heel erg prima. Het enige wat ik nog niet heb getest is hoe die zeg maar laag op laag op laag doet. Want wat ik normaal in de zomer doe is dat ik gewoon regelmatig even opnieuw zelfbruin zeg maar eroverheen doe.
En dat doe ik dan meestal met de Dove, weet je, gewoon die body lotion met een beetje zelfbruiner. Maar ik ben dus wel heel benieuwd hoe deze is als je hem opbouwt. Of die dan mooi blijft totdat hij gaat vlekken. Want dat heb je nog wel eens. Dat heb ik nog niet getest. Maar voor gewoon de basis. Als je zegt ik wil een klein beetje een kleurtje hebben voor een feestje of zo. Dit is top. Gebruik hem gewoon de avond van tevoren. Was het af 's ochtends en dan zie je er top uit. Hier staat ook voor het gezicht. Dat heb ik niet geprobeerd. Lijkt me ook heel lastig met zo'n handschoen. Maar als je de Engelse serie ziet dan zou je zeggen dat het moet kunnen. Maar ik zou het er niet op gokken. Maar ik gebruik hem voor mijn huid en daar werkt hij prima voor. Dus dit. En dit zijn al mijn favorieten van de afgelopen maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben natuurlijk ook ontzettend benieuwd naar jullie favorieten van de afgelopen maand. Laat ze vooral hieronder weten in de comments. En ook mocht je nog een shampoo voor blond haar hebben. Maar dan dus niet een paarse, maar gewoon eentje die de blonde kleur opfrist. Gewoon voor natuurlijk blond haar. Let me know onder in de comments. En ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. En ik zie jullie snel. Of zondag bij de vlogs. Of volgende week weer bij. Waarschijnlijk wel weer een extra video. Doeg!